Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. We gaan weer naar... school! Yes! Mag ik jullie iets vragen? Iets vertellen of iets vragen? Iets vragen. Ik zeg, oké, vandaag welke... Ik ga naar de school en ik ga een riem. Welke riem voor mij vind je leuk? Ik heb bloemetjes, rondje en een... wat is dit? Ja, dat is een ruitje. Welke? En ik wil jullie ook iets graag kies zeggen. Maar. Ik vind jullie lief, maar jullie haar is heel lief. Lief of mooi? Kijk. Ja, mooi. Dit heb ik. En drie heb ik. En dit heb ik. Kies maar voor mij. Welke? Laat maar achter in de comments mama. Welke ring je het liefst hebt. Kijk wat waar heeft mama. Kijk, heel leuk toch? Heel mooi. En deze ook. Heeft mama van oma gekregen. Gekregen, heel goed. Kijk. Ik kan ook heel goed praten. Ja, jullie kunnen allebei heel goed praten. Gaat ik ga de kerstma. Gaat het steeds beter met praten. Ik heb in mijn haar een vlechtje. Nog één keer ga ik uit en morgen ga ik Charlie beter praten. Dan heb ik helemaal kurtjes in mijn haar. Ik ben aan Charlie praten. Charlie. Nou, veel plezier op school, jongens. Dag. Ik vind het leuk. Hier gaat de lachen echt. Zo, we zijn onderweg naar de notaris om even het een en ander af te ronden. Even de contracten zeg maar doornemen. En dan stond het teken ook. Dus het is best wel weer een spannend moment. Of eigenlijk een officieel moment, om zo te zeggen, hè? Dus, daar gaan we. Daar zullen jullie niks van zien, want ik kan me toch niet filmen, maar... ik hou jullie op de hoogte. Congratulations. Yes. We are now business partners. We are married and we are business partners now. We are equal. Echt heel leuk. Ik ben helemaal trots. Fijne dag. Dus alles is dus nu geregeld en ik vind dat super officieel, een DP. Klinkt net nog even wat, ik weet niet, groter of zo dan Nederlandszaak. En het is natuurlijk allemaal een beetje anders geregeld, maar ik vind het super leuk dat we dat hebben gedaan en dat we nu echt door kunnen gaan pakken. Maar ik vind het ook heel spannend, want er komt natuurlijk gewoon een hoop bij kijken. En Jihad heeft natuurlijk altijd wel business gedaan in Turkije, dus hij weet dat ook allemaal, al die dingen. Maar ik weet het niet allemaal, dus we zitten daar net en we moeten dingen tekenen en er staan allerlei dingen in dat contract. Want Jihad vindt gewoon dat ik niks weet, maar ik weet dat ook allemaal niet. Ik moet weten wat ik teken, toch? Dus die meneer, die notaris, echt super, super chille man. Die legt alles uit en die zegt ook zelf, het is heel belangrijk dat je weet wat je gaat tekenen. Dus kom alles vragen. Dus nee, ik ben er wel helemaal gerust onder. En ook omdat Jihad wel weet wat het allemaal betekent, want dat merk ik ook in dat gesprek. Dan legt hij wat uit en dan zit hij meer te klikken en dan zegt hij, klopt dat? Ja, zegt hij, dat klopt inderdaad. Het is natuurlijk internationaal allemaal een beetje hetzelfde idee hoe zo'n BV in elkaar steekt. Dus dat is fijn. Dat ik een man heb die weet wat het allemaal is. No. Deze van de andere. Goed stofzuigen, schat. Waarom weet je? Oh, er liggen allemaal spullen erin ook. Ik kan wel zien wie hier heeft gezeten met haar eten. Hoppatee.
Jij bent nog te klein om te helpen. Oké, kijk de status van deze auto. Vogelpoep voor het leven. Wat is er, schat? Gaan we zo door de wasstraat? Hè? Ja. Jojo, klaar. Wat gaan we doen? In de? In de wasstraat. Ja. Daar gaan we in, hè? Vind je dat leuk of niet? Wie komt er bij mij in de auto en wie bij papa? Oh, ze zijn al weg. Komt er ook iemand bij mij in de auto? Ik moet zo lachen, want de kinderen vinden dit dus helemaal geweldig. En wat we dit gaan doen. Dus ze zitten nu bij Jihad in die auto. En ik ga lekker met Asena door de wasstraat. Ja! Vind je dat leuk? Papa? Papa? Oeh, papa gaat erin. Papa erin. Wij gaan er zo ook in. Ja! Wat gaan we doen? Gaan we zo in de machine? Ja! Ik ben echt benieuwd. Misschien gaan zij wel heel hard huilen als die borstels over de auto komen. Oh, je zit niet helemaal dicht. Nee. Ik heb volgens mij een klein druppeltje op de neus gekregen. Heb je een natte neus? Ja. Oeh. Nee, je hoeft niet bang te zijn, liefie. Mama is hier. Wat is er nou? Wat gaan we nou doen? Gaan we lekker de auto wassen? Alena, ja? Wat heb je vandaag op school gedaan? Gymles. En hoe was het? Leuk. Ja? Hoe leuk vond je het? Heel leuk. Heel leuk. Wat heb je allemaal gedaan? De meester zei naar mij heel knap. Als we moeten stoppen, dan zeg maar goed. Alleen dan kan je naar mijn ogen knap. En zei ik kan heel goed springen en klimmen. Ja. Wil je ook wat zeggen, Asena? Zo, Asena is er ook bij. Hoi! Hé, hey, maar vertel even Alena, wat moest je dan allemaal doen bij gym? Bij gymmen, maar welke... En muziek doet ook aan. Ook de muziek aan. Je kan ook lekker dansen. En zo ga ik lekker gymmen. En dan morgen hebben we heel moeilijk gym. Hallo. Hallo. Weet je, we hebben morgen heel moeilijk. Moeilijk een gym. Ja? En met Yes. Nee, ja. Een lekker ding. Wat doe je?
je om jezelf lachen? Vind je jezelf leuk? Vind je jezelf grappig? Vind je jezelf grappig? Waar is Senna? We hebben heel mooi. Waar staat Senna? Hier. Ah, kikkerboel. We hebben morgen heel moeilijk begin. En ik ga een beetje in huis leren. Omdat we hebben morgen heel moeilijke game. En ik ga in huis een beetje nu leren. En ik ga morgen heel moeilijke en muzieken. Oké, hoe leuk. Ik had uit Turkije bij Kiki zelf. En het is binnen. Oh mijn god. Ik weet niet eens meer wat erin zit. Maar ik ga het uitpakken. Oké, hoe blij kan je me hebben? En dit is allemaal voor de kinderen. Niks voor mezelf. Niks. Ja, misschien een paar sokken of zo. Ik weet het niet eens meer. Oké. Oh, dit is. Nou, dit zijn sokken. Die zijn van Gio. Ik ga gewoon beginnen. En dan zien we wel wat er allemaal uitkomt. Terugsturen kan ik het toch niet, dus... Oké, t-shirtje. Gewoon simpel, voor alleen maar. Ik ga het natuurlijk niet allemaal één voor één slow aan jullie laten zien, maar... ik versnel het wel. God. Oh ja. Ik zie ineens weer wat ik had gekocht. Ah, dat vind ik veel te leuk. Ik kon het niet laten. Oké, wacht. Wacht. Oh my god. Oké. Deze voor Alena. En deze voor Asena. Oh, ja. Zij is hetzelfde. Oh, dat vind ik zo leuk. Oké, er komt tussendoor even iets van Mirage. Heel cool. Van Mirage. Echt dat het allemaal nog goed zit. Ik twijfel soms echt qua water, maar ja. Het is zo lastig. Kijk. Super leuk vind ik dit. De vlakken erop. Oh my god, dit vind ik zo leuk. Ik hou van geel. Alles goed? No, don't. I'm getting happy when I see you. Here's your sock. Everything is happy. Huh? Everything is here. I think so. You can also use this socks, huh? It's by the way, this is not my size, eh? Jawel. 39-42. Oh, then I bought two packets maybe. Then this is for you. Oh, here. What is this? Oké, we hebben alles zo op de bank neergelegd. Dat als de kinderen morgen wakker worden, ze dit meteen kunnen zien. En ik denk dat ze dan heel erg blij zijn. Superleuk. Wat ligt daar? Wat ligt daar? Ben je nog net wakker? Ja, dat is voor jou. Liefie. Hé, hey. Hoesje, schat. Dan mag je helaas niet naar school, hè? Maar ik kom naar school. Ja, dat weet ik, maar er zijn regeltjes. Ik kan muziek maken.
Ja, dat weet ik. Maar nu mag ik naar school. Maar er heerst weer wat, dus ik ga eventjes de school bellen. Die zat erbij. Ja, we gaan zo meteen even rustig alles bekijken. Ik ga eerst even controleren wat, naar school gaat. Nou, wat de regels zijn precies. Of Mirat nu wel mag gaan en hoe dat precies allemaal werkt. Ik ga het even teruglezen. Ga je maar lekker naar je kleren kijken. Your limited edition. Mama, kijk. Allemaal, ik ben ziek en ik moet... Ik heb niet gisteren naar school gegaan, omdat ik was ziek. En als ik nog... ik hoest, weet je. En als ik nog hoest, dan mag ik niet meer naar school gaan. Ook niet als ik naar school ga. Maar het is ook vieze siroop drinken. Eeuw. Maar het is wel beter in mijn keel. Mijn keel is een beetje rood. In. Gisteren is papa naar me lekker warme warme melk gedaan in een beetje honing en gisteren ook een beetje thee gemaakt en in een beetje appels gedaan en papa zei, als je dat drinkt dan kan je ook appels en mijn stem gaat ook weg, hoor je dat? Nou, dit was het. Maar mama heeft ook naar mij lekker siroop gehaald. En ik mag niet heel veel praten, of dan gaat echt mijn stem weg. En dat moet wel. En ik mag niet heel veel rennen. Zo is. Zo, dag. Nou, zoals jullie zien is Alena dus nog steeds aan het hoesten. Het is dus gisterochtend begonnen. En toen heb ik de school gebeld dat ze niet kan komen. Maar omdat zij geen koorts had, mocht Miratje wel gewoon naar school. Die hoest is alleen maar erger geworden en ze heeft ook best wel keelpijn, dus ik geef haar pijnstilling. Verder geen koorts nog steeds. De stem gaat weg. Ik zie het niet gebeuren dat dit maandag ineens weer beter is. En dat betekent dus dat ze dan weer niet naar school kan vanwege de maatregelen. Nou zou je misschien denken, doe gewoon een coronatest. Maar daar begin ik echt niet aan. Ik heb gisteren wel met de coronalijn gebeld, omdat ik even wilde informeren hoe ze dat bij kinderen doen. Want ik had hier en daar gehoord dat ze iets met watjes in de mond doen en dat ze daarop moeten kauwen of iets moeten uitspugen en dat ze dan op die manier testen. Nou, als ik dus dit weekend had gezien dat het erger zou worden, dan had ik dat wel willen doen, omdat ik eigenlijk wilde dat ze maandag naar school kan natuurlijk, als de test negatief is. Maar dat schijnt alleen in Rotterdam nu te gebeuren. Misschien nog op wat andere plekken, maar niet in Haaglanden. Dus met andere woorden, dan moeten ze toch met zo'n stokje in haar neus. En ik heb het zelf nog nooit gehad. Maar ik heb genoeg mensen gehoord die aangeven dat dat echt niet relaxed is. En de een is misschien iets minder gevoelig dan de ander. Maar ze zijn wel kinderen. Dus ik ga het gewoon niet doen. Ik wil niet dat zij daarna bang wordt voor een dokter of iets. Dus ja... Als die hoest niet ophoudt, dan kan zij gewoon voorlopig niet naar school. Ik ben wel benieuwd wie hier nog meer zo over denkt. Of wie gewoon zegt van nou, ik test mijn kind gewoon. Jammer. Ik doe het echt niet. Ik ben er echt op tegen gewoon. Laten we het daar maar ophouden. Nu de winkels open zijn en je op afspraak mag winkelen, heb ik natuurlijk even geprobeerd om een afspraak te krijgen bij een paar winkels. Ik ben vandaag bij de Zeeman geweest en daar heb ik eventjes, niet zo heel boeiend hoor, maar even twee leggingjes gekocht voor Alena. Voor gym en wat andere kleine dingetjes. En ik heb morgen een afspraak bij de Action, want ik wil even nog voor wat van die plastic pakken gaan. Ik heb ook nog iets anders, maar dat is niet gekocht. Maar ik heb even gymschoenen voor kinderen. Deze voor Mirac en deze voor Alena. Die heb ik online besteld bij Van Haren. Ik dacht toch dat dat handiger was. Ik moet anders toch passen wijzen, dus ik heb gewoon verschillende... Dankjewel! Ik heb gewoon verschillende maten gekocht en de beste eruit gehaald.
Dus we zijn weer voorzien. Ze hebben natuurlijk een gymles. Wat hartstikke leuk is. Maar daar moet ze wel spulletjes voor hebben. Dus ik heb dat even geregeld. Dan kunnen ze lekker 2 keer per week gymmen op school. Super fijn voor ze. Lekker rennen, vliegen, springen. Dat werkt altijd goed bij de kinderen. Dus ik vind ze helemaal leuk. Alena, ja? Kijken. Deze kant. Alena heeft al heel lang een wiebeltand. Maar nu is het wel echt... Hoe ga ik dit aan? Ja, je wil het zelf doen, hè? Misschien dat het lukt. Ik bedenk... Er komt bloed. Ja, er komt een beetje bloed, maar dat wisten we al. Maar want dat was de vorige keer aan. Ook. Ook de tandveetje. De tandenvee? Oh. Ja, als de tand eruit gaat, dan leggen we het onder het kussen. Dan komt de tandveetje. Ik moet even een nieuw papiertje, denk ik, liever. Heb je het daar gedaan? Even kijken. Oh, gek hè? Als jij iets groter bent, krijg je dat ook. Nee, ik ben bang. Je hoeft niet. Het gaat vanzelf. En dan zul je zien dat je dat heel leuk vindt. Ja, zo ja. Kijken. Kijken. Kijk uit hè. Wat denk je, Miraj? Gaat het lukken vandaag of niet? Ja. Denk je dat het gaat lukken zo? Ja. Ja, hij zit zo los. Het kan hoor, schat. Kijk nou wat een lief briefje ik van Alena heb gekregen. Sta, lieve mama, ik vind jou lief. Lieve mama, ik vind jou lief. Ja, hier. Is... Heel schattig vind ik dat. Hier is mijn hartje. Oh, ik hoor Asena achter de deur huilen. Die wil er ook in. Lieve mama, ik vind jou lief. Ja. Heb je heel mooi geschreven. Hé? Hoe staat van die dan? Hoe schrijf ik die? Ja, die heb je helemaal goed geschreven. Lieve mama, ja. Ik vind jou lief. Alleen het is eigenlijk, ik vind. Mm. Vind. Jou, dat is helemaal goed. Lief. Hoe schrijf je lief? De f. En de? De i. De i? Ja. Maar, dat maakt voor mij niet uit, want dit briefje vind ik zo mooi. Dat het me helemaal niet uitmaakt of je dit wel helemaal goed hebt geschreven. Of een beetje een klein foutje erbij hebt geschreven. Dat geeft niet. Nee, het geeft helemaal niet, want ik vind jou heel knap. Hier, mama heeft het gedaan. En hier een groot hartje. Heel mooi, een heel groot hartje. Hoe voel je je, lieverd? Voel je je een beetje beter? Dit, waar mag je dit bewaren? Bewaren. Mm-hmm. Lieverd. We hopen dat je morgen naar school kan, hè? Oh, we moeten even knuffelen. Ja, dit heb ik niet voor mama. Nou, schrijf dan ben ik voor jou lief. Nee, en dat is leuk om te horen. Ik vind jou ook heel lief. Lieve mama. Je bent een beetje warm nog. Ja, het geeft me. Ik voel niet. Je voelt het niet. Ik voel wel, maar ik ben goed. Ben je niet warm? Ik hoop het niet, want dat betekent dat je niet naar school mag morgen, schat. Ik voel hier wel warm, maar ik voel mij wel lekker. Je voelt je wel lekker? Ja. Ik weet nog niet of jij morgen naar school kan.